Merk je die? Wel dan met die met de baber. Als hij ons het ook naar zijn laatste voor stop in haar uitkomen zijn straat van opa. Nou ja, zo dan weer met jullie chat. Woe! Hier ik proost het. Ah, loop meisjes! Loop je! Jees baby, jees! Dit is best wel zo gewacht. Thanks for the Hazai mannen, welkom terug bij nog een episode van EA Blitz Angling. Ik zie even niet, als jullie even ken. Dank en daar. En ja, vandaag is ons bykie hier bij Rietspruitdam. Als jullie kan zien, die water is redelijk, redelijk laag. Dan met baie water verloor. En die first spiel, die first klim uit, like crazy. Het lijkt of hulle op een feeding spree is, ons weet nie wat die aangaan nie. Daar had een nou net achter uitgeklim. Maar kom eens kan jy die stokke terug. Ek wil vir jou een bietjie hallo sê vir iemand. Wie het bietjie saam een bietjie lanklaas saam om gefies. En die ouwe hang, hy hang om ons baie klapkoms en SA's en de fancy van. Ja, maar hy vang baie goed. Julle sal hom ken as julle hom nou sien. Hy was al op een van ons video's waar ons daarmee gefies het. So ja, Berry? Sê hoe jy ben? Lekker jy? Jy sien ons een pad lekker. Hy is mooi vast gespring, ek sê ons Redemption weekend. Ja, Redemption, jylle ken ons laas hiesel, toen die dam een bykie slecht gehanteer. En so ja, is een bykie Redemption vir my. Die vis lyk baie, baie actief, soos ek nou vir Berry gesê het. Ander oever. Ja, ander oever, beter water. Laas was ons by, wat is die resort? Holiday Resort by Rietspruitdam. Ons sit nou by? Die Andri. Die Andri, oever. Baie mooi oever, ek moet sê, baie mooi. Ja, sal bykie later die nommer vir julle gooi as julle wil hier kom hengel aan die kant. As julle wil bel om te kom hengel aan die kant. Is baie, is rarig nie duur nie, een van die, ek dink is een van die goedkoopste oevers om die dam, ne? Ja. Ja, een van die goedkoopste oevers om die dam, waar julle ouwens kan kom vies. En ek meen, soos julle kan sien hier so, kyk hoe mooi is die grond. Daar is nie klippe nie, jy weet vir as die water so opstoot. Daar is die klippe wat jy kan gaan sit en vasthak as jy moet daar, as jy nou daar moet gaan hengel en jy hengel hier so op die grond, is daar nie, is daar geen klippe, kyk jy gaan maar by een bykie gras kry, maar jy sê die oevers wat jy kry, wat daar is klippe oorals en dan as jy gooi haak jy lijn daar om en jy breek af en al die gitte nie, so ja, daar het twee kaaps nou uitgeklim en vir my gesê hulle is honger, so ek wil net vir julle sê van my kant af, baie dankie vir al die liefde en support ouwens. Dankie vir allemaal wat my amper het op 1400 subscribers. Ouwens, julle is legends. Thank you guys so much for supporting the channel, for making it happen, for making EA Blitz Angling what it is, because without you guys, I wouldn't have been on 1.4. So, sonder julle ouwens sal ek nie op 1.4 wees nie. So baie dankie vir al julle ouwens se ondersteuning, vir die liefde, die support, vir al die comments, vir al die negativiteit comments. Ek meen, jy kan nie net altyd goeie comments hê nie, daar gaan 'n ou wees wat weet wat vir jou sê, dit is nie reg nie of dit is nie, maar dit is die grootste ding van comment is. Dis daar, want ek meen, as ek nie iets sien wat ek reg doen nie en 'n ander ou sien iets wat ek verkeerd doen, dis hoekom die comments daar is. Comment op die video.
sê vir ons wat ons kan improve op ons video's, wat ons kan doen, wat ons nie moet doen nie, wat julle sien, wat die ou moet improve in, en dis hoe al hoe ons improve voorin doen. So ja, geniet saam met ons vandag die video, hopelik kan ons vir julle paar dikvis wys hier by Rietvlei, of hier by Rietspruit, sê ek al weer Rietvlei. Ek weet nie, ek dink die dam jaag my my gedagtes, maar anyway, kom ons vang een paar dikvis, kom ons kry die stokke reg, sodra ons die presentations doen, gaan ons by Barry uitkom vir julle wys, dan gaan Barry sê wat hy gaan doen op sy stokke, ek gaan by die draai maak, en dan sal ek vir julle wys wat ek op my stokke gaan doen. Ek gaan met een van my stokke fish, my 12.6 Barbarians Wafts fish, gaan bykie ver hengel op hom, en dan gaan ek met die tactical short range, en die tactical controlekie fish, die 8 voet stokkie fish, dan gaan ek so tussen so 40, daar wil ek die altyd sien die kaaps uitklim, gaan ons daar fish, en dan gaan ons kyk waar is die visies, en dan, ja, sorry vir die lang intro sometimes, but, ek kan ook nie altyd gesê wat ek met julle wil chat nie, so graag met allemaal van julle chat, dat julle allemaal sê wat ek dink en wat ek weet, en wat ek wil sê, maar ja, kom ek kry vir Barry en goed opslaan, en dan sodra die stokke reg is, is ons terug met julle, sien julle later, cheers boys. Wat is julle? Kom ek wees julle gauw die twee bolletjies opgeset, geprep, gauw die baberstok ingekry. Ek en die het sommer gauw twee kirpertjies gister gevang daar by die golfbaan. En ja, vir baberas vir vanmorgen vandag. So ja, so as iets hier daar kry, so hoop ons kry, wat die dik snor. Maar ja, kom ek wees julle gauw wat ek gaan doen op my stok op die linkerkant, op die 8 foot tactical. Ek gaan een hoekie chop chop float gooi, en in die ander een black magic float. Ons sit gauw een floutiekie daar op, wees ons vir julle. So met die boonste hoek, black magic float, wat ons doen is, haak ons so op die randjie van die floatie, haak ons om deur, en ek om net so die steelkie in die bol druk, jy wil nooit die punt indruk so nie, want jy kan altyd een stukkie van die milies binnen vashaak, en dan kan jy jy visie verloor, so dan kan jy nie die visie haak nie, dan gaan ons een lekker chop chop floatie opzet, yes, hier goed ruik lekker. Ons ene keer daar opzit op die onderhoek, selle doen, deerdruk, en dan gaan ons om in die ander kant deerdruk, druk om steelkie deer, jy wil hom nie haak nie, jy wil hom steelkie eerste, so dat hy nie iets raak haak nie, en dan wat ek gaan opzit, ja, stap die camera, so bykie bandleek, so skit gee, gaan ons om daar so, net so een lekker spuikie gee, en al wat ek doen, ek gaan hom so bykie invryf op die bol, ek het dik ontwryf en dan gaan ek die sweet corn vat en dan gaan ek hom op so skietjie gee en gaan ek net so streepie langs die bandleek sit, net so streepie en dan een streepie hierdie kant, net so, dis wat my linkerkantse stok doen. Kom ons afklip gaan gaan na die rechterkantse stok, rechterkantse stok gaan ons een Spitfire oozer opzet van LL Signature Series, as ene keer daar op sit, en dan gaan ek hierdie twee oukies somme met een deegje haak, en een deegje in, en hierdie is die diepstok wat ek gaan vis, en dan een zinger float, oozing zinger, is die ding reik lekker jong, gaan ek hom daar opzit op die onderste hoek en dan gaan ons met ons deegie vat, cameraman hier achter het vir ons gemaakt gestrand uit die, dankie die man, ach dankie, ons een lekker deegie gemaakt, so ek die oukie net so lekker achter op die steelkie opzit, jo, het laat my kapie uit. Oeh, hulle gaan hierdie zinger float nou kom zinger. Hy gaan hom so hard trek, laat die katrol gaan zing. Gaan die eniekie so lekker lang op die lijn achter opzit. En gaan die ander eniekie net lekker kort en dik opzit. Gaan ons kyk, wat sê jy in die telle eerste op. So daar is hy. Daar is my onderste hoek asie. En dan daar is my boonste hoek asie, en dan vir die bol dip, gaan we bykie delarij sit, wat een lekker garlic is,
So nou maar lekker garlic gooi. Kom hier lekker garlic uit. En dan almond supreme boys, bietjie almond supreme. Het jy twee spuite gee van hom. Sai. Ja, dit is wat ons gaan doen julle. Kom ons kry die stokke in. Kom ons kry die stokke in en dan hoop ons kon 'n paar dikvissies vang hier by Rietspruit vandag. Laat ons gaan, boys. Oké, hallo almal. My bike presentation. Redelike groot voerbol vir ja, nou net hier aangekom, voerplekkie maak hier voor. My 8 voet garlic fluitie met soete deegie. Ons gaan 'n bietjie hazmat opsit. So, kom ons sit 'n bietjie daarvan op. Is baie sterk, so net 'n net so lijntjie. Gooi maar altyd min dip as jy by 'n nuwe dam is, want jy weet nie, dalk jaag jy vis weg. En dan 'n bietjie banana. Skit hom maar net. Yesse. Sien, eet pap aan. Dit werk. En jy streep die pies aan. Ja. Maar we gaan iets meer vandag. Ek sal maar gooi. Ja, ons is sjo. Sê, kom. Wat is uit met pen achter die bak? Kom ons gaan en dan kijk ons wat gebeur. Asse julle, kyk gou hierso in die onderlip. Het die boonste floutie gevat, Spitfire. Hy het seker nie eers 2 minute gelê nie julle. Letterlik nie 2 minute nie. En toe sing hy weg. Ek wil nog die GoPro vir julle aangesit het. Toe wil die GoPro glad nie aan nie. Toe sê hy SD kaart fout. Hey, technology. Tye keer dink ons is advanced, maar dan laat hy ons in die steek. Maar ja, op die Spitfire floutie redemption vir my hier by Rietvlei dam. Ag Rietspruit. Ek bly sê Rietvlei, ek weet nie hoekom nie. Ek sê daai dam hond my van die eerste dag af. Is daai dam, ek weet nie, daai dam het net iets op my. Maar ja, wat 'n lekker fight. Hy genie vir my lekker gefight. Lekker dik visie, baie mooi. Kyk net daai oranje stert van hom. Baie mooi kleur. So ja, kom ons doen weer daai selfde kombinasie op, kry hom weer terug. Ek dink ek het tussen 100 en 105 gegooi, want my stokkie is nog ingeklip van laas van Olifant se nek op 110. So ek was amper in die klip. So dis kom ek sê, is tussen 100 en 105 daar rond. Maar ja, kom ons kry hierdie stokkie terug op daai diepte en dan gaan vang ons nog so eenetjie. Ons gaan hom in die net sit, kyk hoeveel kan ons vang vir die dag en dan wys ons vir julle op die einde van die dag. Asai, kom geniet die video saam met ons en dan hoop jy leer ook iets. En soos om Lou sê, is dit vir my werk en definitief vir julle werk. Asai. Asai julle, kom ek wys gou vir julle daai selle kombe wat ek nou net gedoen het wat ek daai kaapie op gekry het. Soos ek gesê het onder het ek is het ek 'n zinger oeser gesit. Is hierdie ouetjie hierso met die deegie. En aan die boonste ene is die Spitfire met ook 'n deegie met Delarey en Almond Supreme. So ja, kom ons kry die stokkie terug en hoop ons kry weer so lekker rand. As ons weer so lekker rand kry, gaan ons probeer om vir julle die rand in te kry, maar dis soos julle weet, is maar moeilik om die rand in te kry. Maar kom ons kry die stok terug, vang ons nog 'n vette. Wat sê Barry? Eerste visie verloor, Tjommel. Nou, net hier die tweede visie so ver. Ja, daar eerste een kiep my bietjie hartseer. Bietjie hartseer. Al, sal opmaak met die tweede nou. Ja. Wat jy my net raak skeef oor. Die ook was, dit was. Ik wil zo niet komen doen. Neem eens een skip. Oh, dat is wel gelijk.
Wat is dat, hè? Zo je monster, hè? Wat dan, Tomo? Lekker, man. Wat heb je opgevangen, Pello? Turbo Garlic, 50-50 op die bal. Play die geel fluit met een klein zoetwit dicht backing. En dan teruggeskipt in SAP. Lekker, Tomo. Maar die is al direct. Dat was direct, ja. Lekker, man. Wat is dat, man? Ons krim gaan al buiten, dan wees Barry vir julle gou mooi. Krim hom al in die net. Ga vat hy. Wat is dit, Tjoppa? Nee, dit is die grootste nie, maar dit is effens. Ach nee, ga vat hy. Dit is soos. Ah nee. Kinderbag. Kinderbag. Dan gaan ek my stokke oor doen. Hopelijk kan ons een lekker dik, nog een paar lekker dikkes van. Gaan ze even. Allee mannen, Barry het net al visie gevang. Hij het net aan sy kas gevat, hy stok neergesit, aan die kas gevat. En toe, laat loop, waar je rechterkant sy stok van hom so stroop. O Barry? Was het een antwoord, Choppy? Was het een antwoord? LL Sikkietjes. There we go. Hoe zijn we luisteren? Is het mijn werk of jouw werk? Gaan we allemaal weg. Nee? Yes, maar hy het gehardloop, Pella. Ja, ek weer teruggeskit in die SA direk weer. Lyk my raai het nou 'n bietjie vis begin leer. Maar dis chop chop en TNT op die bol. Chop chop en TNT. Ja, ook geel. Dynamite. Ek hang eintlik net geel harde fluits. So, dis ook weer plain fluits met die backie. Lekker man. Soos julle hoor, dis wat ou Barry doen en results op sy pad. So ja, maar hy is nog 'n bietjie ver, soos draai na was, dan sal ons vir julle wys. Wat zijn mannen? Vis is nabij. Ons gaan dan naar die toe. En dan skype ons om gaan. Zie die man? Ah, goed, goed, goed. Ja, hij is een beetje groter vis, Pella. Vermoed hij is. Zo een beetje. Jo. Peter. Kleinkie. Wow, ja, yes, al kom maar aan. Net die voer. Hey, is oké. Okay. Ja, dat is wel right. Pella. Heb je hem gezien daar? Ja, ja, nee, hem gezien. Hij was een beetje groter dan die ander. Ja, hij was een tukkie. Ik kon al nog min of meer dieselfde geweest het, maar... Als je kijkt hier, was baie gras. Ja, was baie gras daar. Zijn hele stropjes vol gras, so. Maar, kom ons naar die stokken terug. Dan vang ons nog een. Dat zijn mannen. That's why it's fishing and not catching, nee? Dan gaat hij. Al zijn jullie, ik heb een beetje een change-up gedaan. Hier is toch letterlijk niet een minuut geleden. Nie. En de hardloop van de G-Fox van online van L te zien is, ik heb twee fluits opgezet om te kijken. Ja, is fijn. Om te kijken of daar een beetje een change-up is. En dan zit wel een beetje bij te krijgen. En ja, de hardloop op hier. Ik probeer hier af goed tech te komen, maar ik voel me wel lekker in zijn plezier. Omdat ik hier in de kennis heb gelaten. En ik heb net die boldup gechanged, nog steeds diezelfde boldup. En ik heb net die fluit gechanged. So, ik heb twee fluits opgezet, waar ik dan net één fluit gehad heb. Twee fluits opgezet en ik heb niet. Verschillende fluits, ik heb twee fluits boven, twee fluits onder G-Fox. En lijkt letterlijk niet meer niet. Ik heb die stok ingegooid, die andere stok recht gemaakt. Ik heb hem ingegooid en toen skree. So, voel naar die decent vis. Verskip. Ja, want. Ah. Ik ben hier. Ik ben hey, thank you, Eddie. Lekker man. Oké, ik zal mezelf high five.
Wat zei die? Left hanging again, boys, kan een minuut. Minuut, hier is een minuut, ja. Oom, jij wil je achterhoed wegwerken, toen zei ik nee. Ja, ik wou. En toen, weet je wat doen we toen? Haal die rekje af. Ik zei nee, nou ga ik dat. Sien, have faith. Lekker. Kom op, wij zullen sommige gewoon van hier af. Of kom eens gaan, kom eens gaan naar hier. Hoor. Zeg maar, ik trap je als die zijn. Ja. Nee, is mooi vis. Joch, wat een dik bal. Die hele tijd. Waar zijn? En die net en die net. Quick release. En die net. Wat zijn jullie na? Na die jullie tijd wijs. Jullie al die visjes wijs, maar hoop jullie het halfpad die vis gezien. En toen jump hy binnen die. Lekker man. Binnen die, maar als ouwens, kom eens krijg die bolletje weer aan. Als ik buiten is, gaan jullie wijs gegaan wat het ek gedoen. En dan krijg ze hem in en hoopelijk nog een minuut. Dan ons nog een stoomtrein. Ek weet dat ek of jullie die ran krijg. Is net, het gebeur so vinnig en dan weet jy nie waar is die GoPro nie. Maar ons gaan probeer vir julle daai ran kry. Is dit daar's nie 'n drop nie of niks. Dis net van piep. O, daar gaan 'n stok. So dit is baie moeilik julle om die ran op video vir julle te kry. Maar ons gaan probeer. Ons gaan probeer. Sien julle nou weer. Wat sê julle? Soos julle kan sien. Daar is my twee fluits onder, twee fluits bo. As dit gedoen het, gaat ingehaak nie. Daar is die Benlik van LL Signature Series en al wat ek gedoen het is ek het net die een dippie gechange waar ek Sweetcon gehad het. Het ek bykie Hanie opgesit, DKW. En dis is om ingekry. So ja, kom ons kry hem in boys. En dan kom ons vang nog ene. Hoopelik kan ons nog een vinnige rand kry, wat ons vir julle kan wys. En as hy, die ander hierdie van sy stok het gebyt. En net daar het hy stilgestaan. So, maar kom ons kry hy stok in, vang ons nog een dikke. As hy. Nou, pelle. As hy, Berry? Wat sê jy, Berry? Lekker, man. Ja, ek sê wees wat doen ek. Ek het al goed ben. Wie is al 4 vis, 3 verloor, 1 uit. Ek het die ander nie geland hier. Ek het nou gesê, oor gaan na een groter size hoek toe. Dat is maar net signature voer. Plain floats met een boe en onder met een klein deegie. Want ek gaan nou maar hierdie hoek size try om te kyk of ek die vis kan uitkry. Want ek kry hem op die lijn en as ek hem uitbring, die voer is 11. Ja. Wat sê jy op, dan lyk soos 'n bietjie bandig. Nee, is 'n bietjie leeg, is turbo garlic. Turbo garlic. Okay. Ja. Smeer ook 'n bietjie oor die bal. Weet, en dan F250. Sorry, hy botteltjie lyk al 'n bietjie woes. Jy moet weet, sy bottel so lyk, moet jy weet, hy word gevies, toch man. Net so. Lekker, man. En dan, ja. Sien jy, hier is die kast op weer. Ja, is die kast op weer. Ek het dit nou maar net in 'n ander hoorkie. As ek het hom terug. Lekker. Water. Ons waar soos kan, want die water is baie vlakkies. Daar is hy. Kom maar Barry om inkry, zodra ons nog een visje het, ons vir julle wys. En kom ons loop so saam om, maar gooi jy in. Kijk ons, buig hy, de rockets van nou, o Barry. Geen pressure nie Barry. Niks pressure. Back to Limpopo. Maar wat he? Als je al bij deze gooi met die 12 rockets. En ja, kom eens kijken of hij combinatie weer komt, want dit is wat hij altijd doen. So kom eens kijken of hij combinatie van weer daar komt. En dan hopelijk kan ons vir julle visie wys. Sien julle nou. Sien Berry? Sien Mattie. Ze stout te goed gaan alweer hier aan. Hier is nou weer een ander komboekie, Spitfire en, ach, leer my, sorry ek weet veel, Chop Chop en TNT. Lekker man, jy smijt ook weer sy stok stuif getraag he. Ek het my drag vaster gedraai man, want ek het heel dit die vis verloor, ek traai nou my allerhande tit wees om. So die drag is redelijk vast, so hy loop hier erg met om, hy trek nou maar net stuif, en die oukie gaan helemaal links. Verder is hy balverstok om jou.
Is redelijk, maar ons kan achter hem aangaan. Maar ja, ons krijgen jullie van jij dan, zal ons weer terug weer spelen. Als hij. Hardloop nu met hem. Een idioot. Hallo, wel, ik het gedoog, hij gaat naar hardloop. Hij wil niet hardloop, niet, kom eens mak vast. Hoe zie je ons zo aan zoals een kaasban? Zo aan zoals een kaasban. Je hebt gedogen gaan voor jullie een ran krijgen, maar hij wou net niet gaan ran. Ons is niet een drek, Biki. Het is amper uur geleden. Biki langer. Ik denk dat hij omtrent een uur geleden. Hij heeft tijd lang geleden. Vis heeft een beetje afgeskool. Maar hij heeft een beetje afgeskool, jullie. Als het draai uit is, dan sal ons gegaan vir jullie wees op wat het ons om gevies. Maar ek het bietjie gechange, gaan vir jullie wees. Ek het bietjie by presentation gechange. So ek vis nie meer met Spitfire en Zinger nie. So ek het bietjie gechange op die strekjet nie, soos hulle sal sê. Maar ja, die vis is al redelijk ver. As ons om nabij het, dan sal ons weer terug wees by jullie. Daar is hy. Wat zijn jullie? Bait change afgedoen, my vis is in die net. Die mense weet nie, maar toe is bezig wacht, toe skreeu my ander stok weg. Toe hardloop hy met kracht. Toe die vir my gaan vastmaak. Omdat ek kan nie twee stokke katrol op een shot nie. So die het vir my gaan kom vastmaak. Kom ons kyk gauw hierdie visie. Kry ons gauw in en wys ons vir julle my double up. Die gooi vir my die net. Kom na my toe. Als hy. Elke keer as ek om geskip in, hou jy net aan. Thanks, die man. Yes. Hy kan ek boeman aan. Dan loop hy. Ek doog jy ek is oor die ander stok. Hy is gedoog ek is oor die ander stok. Kop sit nou nie huge nie, maar hulle kan hard knip. Nee. My skip is nie voor. Sit jy ook aan? Lekker Barry, daar is Barry ook aan, boys. Boonstoek. Boonstoek? Ja, dat is al twee diezelfde fluits die. Al twee diezelfde fluits opgezet, jongen. Ah, sy. Lekker, man. Thanks, die man. Span maar het werk, hoor. Ja, hy is een mond vol. In die mond. Riet spreekt water. So, daar sy julle. Gaan net die boorie net hou vir as hulle val. Waar is die twee visse? Hier is die een wat die nou geskep het. Hier is myne. Daar lekker dubbel af. So ja, daar vat hy. Myne daar inset, dat die ook net kom hallo sê. Hy daarom die helft van die werk gedoen, spanwerk. Daarom spanwerk gedoen. Hoe is jy nou, Bella? Klagelaan. So daar. Ja, boys. So, as jy lekker op die mensen stok gevangen. Dan sê ek net tenminste, nie gaan blank wel, technisch blank ek, maar ja. Ja, nie lekker man. Wel dan, Tjomo. Thanks voor de help. Spanwerk. Jullie zien. Spanwerk, papi. Kom eens krijgen die stokken terug. Gaan ons nog een paar dikkes. Rood jullie. Ga geef jullie wijs. Hoe lekker Black Magic. Lekker vet gesmeer. Ik zie skaam nie. Met Delarai. En dan wat ik nou op het. Is een Why Not Arrow. Met Raptor Arrow. So ja. Why not bo, red eronder. En dan wat ek gedoen het is, sorry vir die camera nou op die oomlik. En wat ek gedoen het is, ek het my kasterpoeier gevat en ek het hom ah sy, so lekker toe gemaakt met die kasterpoeier. So ja, kom ons kry hierdie stok in. En dan hoop ons hy loop weer. Ah, sy. Jy soons, oom Barry is alweer aan met die vis. Wie kon dit geraai dat daar nog een vis is? Ek moet my werk doen. Ja, ek is sommer een vlogger. Hoopelik vind die nie die gras nie. Oor hier. Kom het af. Ja, snaks. Laat ze op mijn hoek zitten, lekker is. Dan is het echt een beetje. Dus,
vis is tenminste nabij, so kan je camera aanhou vir die. Spring the bass. Ja, hij gaat allemaal mijn lijnen in hier. Ja, dat is hij. Draai die kant. Ach, is oké. Nee, hij is nou voorbij. Kijk, kom nu. Raak van mij rustig. Raak van mij rustig, visie. Zee. En nee. Zee, wel dan. We gaan een kleine. Wat zijn jullie? Ek en Bernardo se rechterkant se stok aan die brand hoor. Ek gaan nie vir julle lieg nie. Hierdie stokke van ons is aan die brand. Ek het Okay. Ek het daai gesien. Het jy dit gesien? Ek het daai gesien. So ja. Weer op die Raptor Arrows met Delarey en Black Magic op die bol en gedip in die custard poeier. Te danke aan die kameraman daar agter. Ek het nie altyd met custard poeier gefish nie, maar ek dink op hierdie afgelope paar sessies wat ek nou al gedoen het, het ek nou al bietjie liewer vir die custard poeiertjie geraak. Ja, dis 'n lekker ding hè. Dis nogal hoor. Gaan jy jok nie hoor. Ek gebruik dit vir my deegie so. So ja, kom ons kyk as hy bietjie nader kom. Wat is het? Ek hoop maar as weer 'n bietjie dikker visie. En dan ja, kry ons daai bolletjie daar uit en dan vang ons nog 'n visie. Ek was besig om met my pa op die foon te praat. Hy sê hierdie ouetjie vir my, "Hoe's dit nou?" So ja. Ja, hy sommer lekker naweek lekker. Oh, en daar is hy af. Waar verdwyn hy in die grasies? Ah, en die gras. En die gras, kyk hier gras. Hey. Bly die gras. Ag, anyway, okay. Ons kan seker nie almal vang nie. Ons kry die bolletjie gou aan en dan kry ons die stok terug. As julle nog nie subscribe het na die channel toe nie, gaan check op die channel EA Blitz Angling, subscribe. Share dit aan julle vriende toe asseblief. Julle dit sal awesome wees. Laat ons probeer op 2000 subs kom voor die einde van die jaar of al voor Desember. Hoe vinniger hoe beter. Ja. Maar voor Desember op 2000 subs sal awesome wees. Dis maar net alles te dank aan julle. En dankie dat julle die video saam met ons geniet. En ek hoop julle geniet dit soos wat ons doen. Ek en hierdie berry is nou aan die brand. Hierdie vis is, ek lieg vir julle nie, is erger as fireballs. So ja, maar kom ons kry hierdie stokkie terug, vang ons nog een. En dan kom ons geniet nog 'n paar visse tot vanmiddag toe. Laat ons gaan. Daar sê die hengelaar van die dag is al weer aan met die vis. Ik raak wat mensen, ik doe nog weer mijn werk. Hier is er één keer, nee. Dat is mooi. Dat zijn ons, die vis is lekker naar bij nu. Hier is een baar van een kant op. Een kant op. Alle mense het ook besluit hulle wil 'n bietjie vis vang. Hulle het ook besluit, hoor jy, dis nou 'n bietjie tyd om vis te ook te kry. Ou D-man stem as jy aan met 'n vis, ek het vir hom 'n bietjie dieper gekry. 'N bietjie dieper gegooi en ja. Skipper, nou is ek Mr. Skipper Pepper. Dan is hy nie 'n skipper nie, reg? Dan nou 'n wie toe? Weet.
Tumminum. Hulle lyk om kant toe te gaan hierdie vis lê. Ja. Maar Bernardo, hy sê mos ons wat al nie daar nie. Ja. Bernardo. Ja, lekker die. Maar hier monster nie maar. Ja, wel die vis is een eentje, zijn nader is, zoals veel er weer wijs. Lekker die! Als hij jullie, vis is nabij, ons gaan halen hem gauw. Sta niet stil. Ja, ik loop achter hem aan. Ja, je daar aan de lijn van jou samengesleept, die man. Hou niet zo vast. Oké, als hij. Mag ik nog wat bij lijntje aan los krijgen? Chippies, dankie. Dat is oké. Toen om je vis gegaan, die lijn. Oor net om je stroppie. Tenminste. Sorry voor je sloppie camera werk, ons concentreer je zo. Lekker, man. Vang zo. Kan ik vis jullie net vasten? Kan ik niet gloeien? Controle die in, laat ik die in controle gloeien. Kan ik vis jullie net vasten? Geef mij hierin. Dan kan ik voor jullie zo'n video. Wees jullie dan. Leuk je die? Eerste visje op mijn eigen stok, kan hem eens dit oor vertellen. Als hij, tenminste, dit heb ik nou visje in die net. Wat doe je, man? Waar gaat hij? Lekker, Bella. Dankie. Die combo. Ja, is lekker. Ik krijg niet tijd om die eet, nie. Ik denk ik ga daar eerst maar ietsje eet. Ik heb die stok net teruggegooid, die andere stok recht gemaakt, ingegooid. Toen ik uitkom, gaan die polisman al klaar weer. Raptor Arrow. Della Ray en Black Magic, papa, loop sy stroop vandag. Kom ons gaan bietjie in. Soos ek sê, julle, as julle daai koolvoer werk nie, het eers die vis op die kier gekry. Bly daar, gooi terug, kom daar uit, moet nie lang vat nie. Kry die bol aan, kry die aas aan, kom daar uit. Soos om lui sê, soos vir ons werk, definitief vir julle werk. Maar dis soos jou huissleutel, jy gaan ons nou nie iemand anders jou huissleutel gebruik vir jou huisdeur nie. Exactly. So, nee, ouens, ek sê vir julle, hierdie vis is aan die brand. Hierdie dam hanteer my bullet. Baie beter bullet. As laas keer, nee. Ja, baie beter as laas. So, ek vraag die laaste. Kwaliteit is beter, quantity is beter. Ek sê vir julle, hierdie dam hanteer my so stroop vandag. Maar soos ek sê julle, as jy daai kolletjie voer werk en jy het hulle gekry, bly aan, hou aan gooi, kry die aas terug op die grond. En jylle sal results kry. Bly nie die selle doen, moet nie minder nie, moet nie meer nie. En jy sal heel tyd results kry. Kry hom terug daar. Ek vies nog die hele dag oopspoel, maar ek loop tot op 'n sekerheid dat die dam is baie vlak op die oomblik. So, ek meen, as jylle kan sien, kyk hoe ver is ons vandaan, en ons is nog steeds vlak, kyk. Ja. Ek is nog nie self pad by my klein ou enkeltjies steek. So ja, jylle, dit is regtig, die dam is baie vlak. Ek kan nog dieper loop en dan gaan ek nog nie eens by my helfte van my lyf wees nie. Ja. So ja, nee, maar soos ek sê, hy combo kom nou mooi deur die hele dag. Op die ander stok vang ek ook redelik, maar hierdie dieper stok doen rarig die ding. Die barbarians is the way. Ja, nee, ek is nie net die stokke nie, maar jy weet die regte aas jy daar neersit. Ja. En dan... Dink ankel jy daar aan die lyn. En dan sal jy results kry. Sê, ons moet oor gaan, ons oor die lijn. Hy weet jy maar klaar waar sy huis is. Ja. Hy het hom gemis. Waar is hy? Sien julle, as hy, en daar het hy my ander lijn gehak, maar daar hem hom nie rarig geplan nie. Ja. En ja, weer eens gaan ek gil vir julle wys hier so. Op die raptor. Die ander enekie is nog even daar. Hy het nog nie eens behoorlik begin blus.
die ja, die vlucht nog eerst te zolven. Ja, die Erik is nog hier zo. Ik kan hem nog niet aan die vastgehaakt, maar daar zit hij. In die onderlipie, net zoals wat jy het wil hê. In die onderlip, so jy weet, hy is 'n positiewe byt ja, wat jy gekry het. Katroltrekkertjie. So ja, as hy julle, nog een beautiful, baie beautiful, vet, Rietspruitdam, karpie. En ja, kom ons krim terug. Ek gaan nou eers iets eet, voor ek die stok terugkrim, want dit lyk hier, soos dit nou aangaan, gaan ek nie iets eet nie. Dan gaan hulle gaan meer eet en ek gaan minder eet. Ja. Maar ja, nog een beautiful kalk, kom ons krim in. Kom ek eet iets, soos ek sê. En dan nou, eet hulle weer iets. Dan sal hulle weer eet. Oeh, en nie net. Ja, was van die heilig. Oeh, ja, my guy. Hier is so hardloop die ding, julle. Nee, hy gaan nie. Hier is hardloop die ding. Hoe weet my skep net kry die? Au. Oeh. Joch, jylle hardloop die se stok nou. Okay, op my afstand. Op jou afstand, uiteindelik. Ja, sy, boy. Hier is bietjie nog. Sy gaan heel te heel te mal soen. Ek dink hy is al klaar oor die. Hy is heel te mal soen toe. Ja, ons kan probeer. Nou al jylle, ons kry vir sy nader. En dan sal ons weer terug wees by jylle. Al sy, die man. Lekker ons. Lekker man. Ja, die is op een nadere afstand. Op mijn oude springkie. Op je springkie. Hoi, 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 hoi. Kom nou met je man. Wat zei die, man? Zo zit toch weer aan die nee? Ik zei, ik zie hem net van mij. Ik kon je klinkjes, man, kom je bus. Mooi hoef je vast. Dank je wel. Jo, en die kant van je. Watch. Nu dan, en die kant van je man. Lekker die. Nou, wie zei, je kan hier niet met je doen, kijk man. Wie dit dan gezegd? Paar mensen dit al gezegd. Dat is ze. Mooi je lekker. Zo. Lekker die. Als je kopje zit om in die net, krijg je stok terug. Dan vang je in 4 keer, zeg maar. Dat was 8, maar 4 keer. Nee! 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 Nee, ik zit drank in. Waar gaat hij? Waar gaat hij? Waar gaat hij? Kom man, kom maar, ach, niet toe! Daar gaat hij, daar gaat hij. Waar gaat hij? Waar is hij? Kom eens maak vast, boys. Asai, check gauw daar so pella, hoe het ek daarin van my gehoek, daar op die bal, daar hak jy my cellen. Asai jylle, die eerste een op camera vir jylle, die gaan gauw help hier so. Let's go! Yes, uiteindelik! Let's go! Uiteindelik! Hopelijk is die nie die laaste. Ja nee. Zet hem op camera, dankie visie. Ja, nee jylle. Hierdie dingie is op, of jylle moet kyk, ek het so G-Fox. Ja, G-Fox en nog iets jylle, ek gaan vir jylle moet kyk, maar is nie heeltemal seker nie, maar as ek daar kan kom, sal ek gauw die bolliekie laai. Ja. Dan sal ek gauw vir jylle wees wat ek gedoen het, om hierdie lekker aan te kry. Hy het al lang al gehardloop jylle, toe is te sikkelik om die GoPro vir jylle aan te kry. Toe drop hy om en toe soos jylle nog sien het, toe tel hy hom op, toe hardklip hy weer met hom. Toe besluit hom weer te mouste. Ja nie. Jy is te mis sê 8 voet ene, maar hy is ook 'n eentjie hoor. Ja, jy is een rikkie nou, paar uur is. Check hier so, nie. Waar die 8 voet nou weer met die efficiency produce. Ja, maar hy is nog 'n eentjie, sodra hy nader is, dan sal ons weer met jylle chat. Daar is hy. Ons sê boys, die vis is nou bietjie nader, soos jylle sien hy mouste alweer. Hy gaan nou na my lijn toe gaan. Wat? Daar kap hy weer aan die kant toe. Ek wil eens kyk, as hy net 'n lekker surface hier kan gaan, kan ons hom lekker skep. Hey,
in die net. In die net. Los nou, kom gaan af. Wij zijn snel vir julle. Wat zijn julle? Gaan vir julle wij. Hier hoekie, in die onderkant. Strijd in die onderlip. Gehaak. Net daar waar jy hom wil hee. Laat het gevat. Oep. Altijd goed om hem voor die net te hou. Vaas dit gebeur. Want hoe gaan jij? Jij gaat nergens. Jij blij net waar jij is. Ja, nee. So, ja. Wat zijn jullie? Nog een awesome rietspreid karpie. So ja. Lekker dik. Yes. Ouwens, ek sê vir jou, hierdie goed is, hierdie goed het nitro's in hulle hoor. Hierdie goed hardloop. As hulle 'n trol vat, skree hy. Maar ja, soos van sê, as vir ons werk, sal dit vir julle werk. Kom, ek kry gou daai laai gou hierdie stroppie weer. Dan chat ek gou met julle, wys ek julle wat het ek gedoen. Kry ons op en van ons nog 'n paar voor ons huis toe gaan. Daar is hy. Daar sien julle. Daai visie wat ek julle nou net gewys het wat ek gevang het. Om ek wees julle gou wat het ek gedoen. So hier is my bolletjie, dis hoe ek die bolletjie aangesit het. Ek het 2 piano floats bo gesit met 'n lekker deegietjie wat ek opgesit het, wat ek so opgerol het, soos julle daar kan sien. En aan hierdie kant het ek 'n G-Fox oesertjie op en dan daar's die piano met 'n bietjie Benlik op die bol. Daar's die Benlik en dan het ek 'n bietjie DKW wat 'n heuning is net so half skuins opgegooi en ek het hom dan net so 'n bietjie in daai Benlik ingesmeer en ek het hom ingekry. So ja, ons kry 'n stokkie terug en dan sodra ons 'n visie het dan gaan ons by julle weer wees. Daar's hy. As hy die, wat gaan aan, Chomo? Ek staan nog lekker kyk wat maak almal. Ek skielik sien ek hierdie polisieman, hy gaan so op. So ek af. We wil ook gaan. Hij die vis heeft niet eens kans om te denken. Dus laat ik hem vast. Wel dan, Chomo! Wel dan, buddy! Chomo top down vis. Hij wil niet op camera weer zien. Zijn er ja. Ja, ja, ouwens. Enige mensen wat al buiten video's maken. Je kan net nooit mensen op je vlog zitten of op je video niet. Private content. Dus so, ja, ouwens. Vraag maar eerst altijd. Moet nie net mense afneem nie. Ja, snacks is. So ja. Hierdie regterkant se stok het ek nou my linkerkant se stok gegooi. Ja. En hy het eerste gebyt. Maar lyk my die bietjie meer distance want ek het hierdie een bietjie harder gegooi. Lyk my die bietjie meer distance produce vinniger vis en ook bietjie beter vis. O ja. O ja. So, hoopelik is die een van daai lekker dik is hy vir my groter, maar hierdie vis kan hardloop. So toe die kleintjies voel. Ja. Decent. Ek is baie tjaf met my 12 voets wat Anko my gekoop het. Lekker om visies te vang op hulle. Lekker stok, ek sal dit aanraai vir enig iemand wat 'n lekker 12 voet soek. Die ding is... Wacht, kom hier so, kom hier. Ja, kom het onderdeur. Ja, nee, los. So, ah, nee. Ja, nee, ek sien. Hy is al oor haar, voorbij Barry. Allright, maar as ons nabij is, ons julle laat weet. Was hy die? Visie is nabij, ons gaan haal hom. Jo, hy is klaar. Ek voel hom, my drek is vast, kyk hom. Zwaar is tol, die ek sal naam te gaan. Ek weet nie hoekom wil jy altyd hardloop in die vis toe. Hoe los is jou getrol? Ek het hom vasgemaak. Hy is... Kijk hier, onkel. Okay. Trek hom sien toe. Trek sy kop sien toe. Dit is een baie beter visie. Dit gaan ek nie strei mee nie.
Nou, sy die. Baie beter visie, tjom. Wel dan. Dankie. Nee, kom ons kry hom al by die net. Nou, sy die. Nou, sy. Beter koop die ene. Ja. Hy is wel mooi, man. Lekker beter koop die. Bietjie parasiete, maar. Ja. Die saag is, lekker. Bietjie gewachtig hier, jou mannetje. Sins, kry hem terug. Kry stok terug. Vang je 4 keer leense grote. Was hy. Nou, hou maar hier, hou my onder. That's it, guys. Check net vir die hier so. Hou die kop op, hou die kop op. Met een mooi, van vanoggend af vroeg, hier net na 7, het ons die barberlijne ingegooi met kurperkop, en check net hier so. Kijk net hier so. Wat een snor die, wat een snor. Hou so vast die man. Wat een snor, tjoma. Well done, well done. Wees vir hulle bietjie hoe groot is daai se mond, tjoma. Kom ons kyk gou wat weeg hierdie oukie is, kat so 9. Misschien 10, hoe breed is hierdie ding? Nice die. Nice. Daar buite vir jou. Trek hy bietjie bloed, boys. Check al. Trek hy bietjie bloed. Ja, ik heb je gezegd. Check al links op pijn, jylle. Ja, is het ook. Ja, maar het is net van T3, fucking. Ah, dat is het. Okay. Okay. Je net. Wacht, gaan we eens, jylle. Die is definitief. Jij moet wegkijken, jij moet wegkijken. Oké, even zijn naast, hè. 8.4 Tom. Wat is je grootste bouwen? 5.5. Oh, je gaat net door, gaan voor emmer water. Zie, dan kan jy ook een emmer opgeven met water. Zo so, ja. Wat is emmer dan? Ja, dan gaan we je grootste emmer maken. Nou gaan die bietjie zwem. Hier is een groot emmer. Die man, die bietjie zwem hoor. Volgens mij oop, maar kijk wat er dan hoor. Vraag eens hoor. Waar heb je niet meer een emmerkje doen? Nee, zo mijn bloed af te wassen. Zo. Dat is na die tijd. Zo, die gaan als begin uitwoord, zo man. Ja. Ja, lekker. Kom, daar weer water. Oké, wel. Sal nou terug bij julle weer, so draai bietjie water sluk uit die. Wel dan met sy nieuwe PB, 8.4. Was hy Barry, wat gebeur as ons PB's breek, tjoma? Dit word bietjie nat, nee. 8.4. Lekker snor. Rietspruit dam, 8.4 snor, op kurperkop. Ek sê ons rietspruit. Hoe groot is hy emmer? Piepie van die vis. Ah, zai. Lekker die. Hou vast. Kom ze laat gaan dan, tjoma. Kom zet hem hier op die water dat hy terug zwem. Wij zijn nog een keer voor die mannen daar. Lekker die man. Zet hem en laat ons kijken als hij terug zwemt. Kom. Ja, hij gaat niet van hier af gaan. Hij gaat een beetje dieper moeten zitten. Nog een beetje. Nog een beetje. Ja, nog een beetje. Hij is moe. Hij is een fight man. Kijk, tot jij vallen. Hou er net zo. Kom. Lekker die. Zij. Wel dan met die met je baber.
Als hij, ons het ook nou als laatste gooien gegooid. Ik denk, stokken naar uitkomen, ons klaar, gaan ons oppak. Maar ja, ze dan weer met jullie chat. Oeh, hier die crocs wat. Joch! Ah, loop buisjes, troep! Loop weer, loop weer! Loop weer! Jees baby, jees! Dit is wat ons voor gewacht het. Die, vat gij? Ja, check op bij rijstok. Check op bij rijstok. Ik wil nog, mijn bro. Ik wil breisje nog. Waar breisje je nog? Ja. Zo, jelle. Ik denk jullie gaan niet. Ik wil ons geeft toch een stokje in. Maar ja, dank je dat jullie vandaag zo ons gekeerd hebben. Dank je dat jullie zo ons het geniet hebben. Ons waarderen het erg van jij blitse kant af. Waarderen dat jullie zo ons gekeerd hebben. Dat ons een paar visjes gevangen het, tips geleerd het. Ik hoop jullie het een paar goedjes geleerd van ons af. En ik zeg dankie voor Barry dat hij ons gebracht het. En laat ons een beetje salmon komen hengel het hier bij Rietspruitdam. So ja, what a day. What a day of fishing, guys. Visjes verloor, baie vis gevang. Soos hier Klaas gaan ons vir julle ons sakke wys. Gaan ons vir julle Bernard se sak wys. Bernardo. Ag, Bernardo se sak wys. Die is een zak en die zak wat ek gevis het vir die dag. Op hierdie oomblik wen die ons met heel te mal met een zak. My sak is Bauer plus die vis. Een Bauer plus die zak wat hy het. Maar ja. Got you, man. Weer eens die ouwens, dankie dat julle ons support op die kanaal. Dankie vir allemaal wat subscribe het. Vir al die ouwens wat comment. Baie baie dankie, dat beteken baie vir ons. Een van die dag is ons op 2000 subs. Help ons, laat ons daar uitkom. Laat ons 2000, 3000, 4000, dat is net klim. Tot ons een miljoen krijg. Ja, dat is hierdie channel groei. Maar sonder julle is dit nie possible nie. So weer eens dankie vir julle, vir julle ondersteuning en julle liefde. Die visie is nabij, kom skry hom geskep. En dan wys ons vir julle al die visies wat ons gevang het vir die dag. Allei. Hy is pap. Wat sê julle? Hier is die sy visies vir die dag, hy het eindelijk laat die middag sy vis in goed begin kry. So ja, 5 vis vir 5.25. En ja, daar is die eerste karpie. Ja, jy kan hom maar in die sy. Weet jy of hy gaan vanavond swem? Ja, eindelijk. Haal hulle gauw daar uit die. Dan is dit gauw wat een mooie af. Dit is nog bietjie water op die. Waar is je grootste ene? Hier is my. Hy is lekker. Waar is jou mooie? Hy vat meer van die gebruik, hy en die. Kom maar bykie hierdie kant hier. Hier op die sot. Wat is hy? Goed vis. Lekker die, maar al die is vijf vissen. So ja, alle die sleep hem zo in, dan kun je helemaal dat gaan. Sleep hem zo in. Zo, zo. Hey. Als het gelukt is. Lekker die. Als hij kost krijgen we mij net en dan wijs ons vele. Zij, onkel ze weer op onze verzijn te doen.
Ons vat net gauw een paar foto's hier zo. Ik die GoPro stop. Ik die GoPro stop. Wat zijn jullie? Toen ik terug al die visjes terug. 13 vis. 13,5 vis. Is het slecht? 12 vis. 12 vis. Ja. Jullie zien, dat is al mijn visjes van die dag. Ik heb ook een paar keer verloor. Maar ja. Dank je wel, Sien. Chris en een vriendin. Daar is die dikke. De Chris en kar voor Riet Spreidam. Mag je zien. Kan je nou dat gaan, kleinkie? Oh, shotie. Oh, shotie. Ah, zei. Hier is nog heel veel aan tussen visjes. Dat is helemaal mooi. Nog een paar. Mooie kwapjes. Ah, dat jullie. Wat een lekker dag. We gaan nu een Bernardus way in doen. En dan dat doe je het ons jullie. Die zit al op die mat. Kan hij op die mat. Hier een, sê ek. Oh, maar hier, ons het baie verloor, ou Barry. Ons het baie verloor, Tjoma. Net gou hier die lens skoonmaak, so dat hier een hele. 13,5. Ja, 13,6. Hold on, Pella. Hold on. Hold on. Goeie bags voor die dag, boys. Wat een lekker dag. LL Signature Series. Soos om luister, net jongen. Van mij weg en van jou weg. Ik zal zomaar met mijn phone een paar foto's nemen, Pella. My tone, my spiere en my voet trek al aan mekaar van die water. Hey,
Ja, dat wil ik al niet. Hij weg, me. O, Bernard. Hold on, Pella. Hold on. Hold on. Heb je nog goed van? Ja, dat is wel. Wat zijn twee zo'n grootste, Pella? Ja, waarom? Ja, dat is mijn fucking zonder op de trein. Hey, fishy, fishy. Allee. Hold on. Hold on, jullie. Die choppers, laat jullie gaan. Dit is net kalps, hulle spawn boys, kyk die spawn in die vlag. Kan ek die kalp vang in die hand? Kan ek die kalp vang in die hand? Hallo julle. So ja, daar het julle. Lekker dag se visvang. Weer eens, dankie Bernardo. Lekker. Sjo, lekker sag vis vir die dag, nee. Ja, dit is mooi. Dit het gebeur. Ons het gewerk vir die visse. Ja, goed gewerk. Dit is een beetje moeg. Ja, maar je, ouwens, weer eens dankie dat jullie samen die dag geniet het. Ons het het gaten uitgeniet. Die het een baie mooie barber gevang. 12 vis, 13,5, 13 vis vir 13,6. Not bad. 6 vis vir 13,65. Ja, 6 vis vir 13,5 met sy snor. 13,65 met sy snor. Ja, is jullie nog nie die channel van ons gesub het nie, subscribe het nie, subscribe, set die notification bell as jylle nog video's wil sien van ons af en as ons gaan vis en as jylle adventure saam ons wil gaan doen, die lekker tjoma, jy daarom jou baardig kreeg jy van gewaag het, he? Nou moet jy die team in die teams kom, ja, so ja ouwens, tot op een volgende keer, jy ben hier van jy blitz, sien jylle weer op een volgende keer en ja, laat die lijne stijf loop. Altijd vaart. Cheers, Owens.